Daar is hij, de big man. Hey Cas. Goed jongen? Ja, goed, goed, goed. Dankjewel. Lekker weekje achter de rug, hè? Ja, ja, zeker en vast. Ik mag niet klagen. Want vorige keer met Sylvester deed het allemaal een beetje chronologisch natuurlijk. Vanuit zijn jeugd en zijn carrière. Maar we kunnen bij jou natuurlijk eigenlijk maar over één ding beginnen. Dat is wel, deze week. Neem ons even mee. Ja, neem jullie mee. Natuurlijk, zaterdag overtuigende overwinning. 6-1 tegen VVV. Zelf dan een hat-trick. Ja. Was het je eerste uit je carrière, of niet? Nee, ik heb er nog eentje gemaakt bij NAC. Tegen NEC, dat was in de finale van de play-offs voor promotie. Dus dat was mijn laatste wedstrijd voor NAC. En 4-1 was dat, of niet? Ja. En dat was een promotie naar de Eredivisie natuurlijk. Dus dat was, daar kwam ook nog zoveel extra bij kijken natuurlijk. Dus dat was heel speciaal. Ja. Maar deze is natuurlijk wel heel fijn. Ik zeg, dat je komt nieuw in een club eigenlijk in de zomer. Zijn er bepaalde verwachtingen of twijfels, omdat ik natuurlijk vorig jaar minder heb gespeeld, ook geblesseerd ben geweest. Ja. Maar als je dan inderdaad dat kan bevestigen en dan nu met een extra mooie prestatie, dan doet het wel heel veel plezier. Ja, je bent de rest van de week ook niet meer met rust gelaten, hè? Nee, het is vrij hectisch geweest. Maar, je hebt afkikken gezeten met Nieuw. Precies, niet precies. Ja, nee, maar het is... Het is heel druk geweest natuurlijk, maar langs de ene kant is dat ook wel een goed teken, denk ik. Want dat betekent dat het goed gaat of dat je op een goede weg bent. Dus ik neem het als een compliment. Ja, tuurlijk. We gaan straks zeker nog meer over hebben, Cyril, maar ik wil even terug naar je tijd in België. Ja. Je bent een laadbloeier, hè? Ja, dat wordt mooi zo genoemd, vind ik. En ik vind het wel oké zo. Ja. Ik moet zeggen, natuurlijk, ik heb inderdaad niet de opleiding gehad in een profclub of zelfs in een topclub. Want veel jongens van onze ploeg niveau hebben bij Ajax of bij Feyenoord een opleiding gehad. Dat heb ik totaal niet gehad. Nee. Ik heb eigenlijk een hele normale jeugd gehad waar ik gewoon twee keer ging trainen. En met de fiets door het dorp naar het voetbalveld ging. Ja. En uiteindelijk ga je daarna wel een stapje hoger, maar dat was nog altijd niet op het hoogste niveau. Maar het is, ja, ik zeg het, misschien daarom dat ik nu... Dat ik nu hier op dit punt ben, omdat ik gewoon alles is heel geleidelijk gegaan en ik heb mijn tijd vastgenomen. Ik heb gewoon een goede, normale jeugd gehad, veel tijd gehad voor mijn vrienden om buiten te spelen, om in de tuin te voetballen en daar heb ik nu ook nog altijd heel veel plezier in voetbal. Want hoe oud was je toen je bij Leuven kwam? Toen was ik 16 jaar. Ja, dat is wel laat inderdaad, ja. Het was toen eigenlijk de keuze of ik dan thuis in de stad bleef spelen en dan ging studeren, ook in Limburg, dan in Hasselt. Mm-hmm. Ofwel zou ik dan de stap maken naar Leuven. Daar de onder 19 beginnen, of jong. En dan daar ook het jaar later zou beginnen studeren. Dus dat was toen eigenlijk nog een keuze maken. Maar, was dat een moeilijke keuze? Ik heb er wel heel lang over getwijfeld. No? Ja, toch wel. Ook omdat ze hadden eigenlijk al vrij vroeg het kenbaar gemaakt. Dus ik had heel veel tijd om na te denken. Dus ik heb er wel over getwijfeld, maar ik heb er heel veel met mijn ouders over gesproken. En het was ook eigenlijk mijn vader die toen zei van ja... Van je bent nog te jong eigenlijk om nu echt voor eerste ploeg voetbal te kiezen. Dus ga maar naar daar, ga je beter worden. Die staan bekend om een van de beste opleidingen in België te hebben. Ja. Dus je gaat sowieso een betere voetballer worden en ga gewoon studeren. En als je dan, het kan alleen maar meevallen, want zelfs als het niet meevalt, dan kom je nog altijd op dit niveau terecht. Wat toen was dat het derde niveau in België. Ja. Kom je nog altijd op dit niveau terecht, want daar sta je nu al. Maar dus, heb je er op dat moment toen ooit rekening mee gehouden, voordat je bij Leuven kwam, van ik word profvoetballer? Of was dat helemaal niet een optie voor jou? Als kind heb je natuurlijk altijd die droom. Ja. Dat sowieso. Maar ik heb er nooit eigenlijk op gerekend. Nee. Dat totaal niet. Eigenlijk, zelfs toen ik bij Leuven kwam, had ik eigenlijk nog altijd niet op gerekend. Nee. Ik zag het gewoon als een mooie kans. En het zou gewoon mooi zijn om op het hoogste niveau te spelen. Ja. Maar ik had er totaal niet op gerekend. Nee. Uiteindelijk één wedstrijd, als ik me niet vergis, in de hoofdmacht van Leuven. Ja, klopt. Eigenlijk had ik op dat moment al... Al een akkoord met een andere club, met Lokeren, inderdaad. Ik had toen in twee seizoenen denk ik, had ik 55 goals gemaakt bij Jong. Ja. Dus viel andere clubs op. En bij Leuven waren ze eigenlijk net iets te laat wakker geschoten. Want op dat moment waren er inderdaad al andere goede clubs die ook interesse hadden getoond. Ja. En toen heb ik nog wel mijn debuut mogen maken, wat voor mij wel heel speciaal was. Want natuurlijk daar 3 jaar gewoond, gestudeerd, mijn vrienden zijn allemaal vandaar afkomstig. Ja. Dus dat was wel heel speciaal en ben ik wel heel blij om. Ja, tuurlijk. En toen is naar Lokeren. Ja. Twee seizoenen bij Lokeren gespeeld. Klopt. Hoe was dat? Het eerste seizoen hoogste was... Hoogste niveau, hè? Ja, was hoogste niveau eigenlijk. Ja, ik ging er toen naartoe. En
dat was eigenlijk toen echt een hele goede volwassen ploeg. Die waren toen, denk ik, zesde geëindigd in België. Ze hadden de beker gewonnen, wat betekent dat ze in de play-off ronde van Europa League terechtkwamen en zo. Dus voor mij was het wel een heel grote stap, want ik kwam eigenlijk van jong bij Leuven. Dan ging ik onmiddellijk naar een subtopper in België. En dat was eigenlijk ging alles perfect daar het eerste jaar. Ik zat eigenlijk als enige jongen, zat ik mee iedere keer in de wedstrijdselectie voor die Europese wedstrijden. Dus we zijn Hull City ben ik geweest, Legia Warschau, Trabzonspor. Dus dat waren allemaal super mooie ervaringen met vliegtuig daarnaartoe. Ja. Het was een droom voor mij. 19 jaar was ik toen. Dus dat was als voor een eerste profseizoen had ik eigenlijk toen al zoveel meegemaakt. Ja. Dus dat was heel bijzonder. En ik weet dat tegen het einde van het seizoen heb ik mij toen in de basis geknokt eigenlijk. Wat eigenlijk ook een verrassing was. Want ik had toen een Baillet voor mij, wat eigenlijk in Belgisch voetbal echt een grote naam is. Die bij Standaard, bij Gent, bij grote clubs heeft gespeeld. Ja. En toen heb ik ook redelijk wat goals gemaakt. En dat was eigenlijk... Toen liep het seizoen op zijn einde. En toen is er eigenlijk wel een kantelpunt gekomen. Want toen gingen er een paar spelers weg. Belangrijke spelers, onder andere Hans van Aken. Ja. Die nu bij Brugge werd genoemd bij Ajax deze zomer. Die bij Brugge eigenlijk de grote man is. Ja. Ook Rode Duivel is ondertussen... en zo gingen er nog een paar jongens vertrokken naar het buitenland. Ja, natuurlijk, hebben een fantastisch seizoen gehad, dus die vertrekken. Ja. En onze trainer, die had ook Peter Maan, die had ook fantastisch gedaan. Die ging toen naar Genk. En dat was eigenlijk wel een kantelpunt voor mij. Aangezien hij mij had gehaald. En hij echt in mij geloofde. Toen kwamen er eigenlijk andere trainers. Waarbij het sowieso voor de ploeg niet heel vlot liep. Want ik weet dat we voorlaatste stonden op een gegeven moment. En dan in België wordt er dan heel snel geneigd naar van... Ja, we hebben ervaring nodig. En jongens die kunnen knokken en weten hoe het eraan toe gaat. En dan kom je als jongen heel snel op het tweede plan terecht. Ja. En toen was een trainerswissel waar ik geblesseerd was. En toen ben ik totaal niet meer aan de bak gekomen. Wat ik wel heel jammer vind. Want ik denk wel... Ik had heel graag daar ook willen slagen. In België willen slagen. Maar in voetbal... je weet het nooit. Het is cliché, maar het is wel zo. Het gaat niet in een carrière, zeker in jongen, gaat het niet alleen maar crescendo. Het gaat wel met ups en downs. Dus. Maar daar heb ik ook weer heel veel van geleerd. Ja. Was je op dat moment ook nog studeren of was je toen al wel gestopt? Nee, ik ben toen wel gestopt. Nee, het was eigenlijk toen ik van Leuven naar Lokeren ging. Ik wilde heel graag verder studeren, maar mijn eerste training viel samen met mijn eerste examen. Dus toen dacht ik van toen had je wat door, dit gaat niet. Dit gaat heel moeilijk te combineren zijn. Dus toen heb ik die keuze gemaakt. Maar ik zeg het. Dit was een droom, dus het was eigenlijk geen moeilijke keuze. Nee. Het is een droom voetballer te zijn natuurlijk. Maar even terug naar het studeren, rechten studeerde je, hè? Ja. Waarom? Klopt. Is dat ook een beetje waar je interesse lag? Of was je typisch een student die zei van ja, ik weet niet wat ik doe, dus ik ga mijn rechten doen? Nee, eigenlijk wist ik al twee jaar op voorhand dat ik dat heel graag wou doen. En het sloot natuurlijk ook aan met mijn studie in het middelbaar, noemen wij dat, secundair. Ja. En ik vond het heel leuk. Het was echt iets wat me interesseerde, waar ik me in kon verdiepen. Ook de vakken die erbij kwamen, eigenlijk, dat lag ook, maar ook helemaal. Dus, ja. Maar kon je dat? Want recht is natuurlijk wel heel veel gewoon taaie stof. Ik had wel goede resultaten. Ja? Ja, en er zat geen wiskunde tussen natuurlijk. Dus dat sprak ook wel in mijn voordeel. Dus het was heel leuk recht, absoluut. Want ik zou niet te veel hypen. Je hebt één keer gezegd dat je analist wil worden. Dat is meteen uitvergroot. Maar heb je ook een tijdje dan gedacht toen je recht studeerde van... Wat wilde je worden? Officier van justitie, advocaat? Ik, of heb je daar niet echt bewust over nagedacht? Ja, jawel. Ja, ik ben iemand die altijd graag nadenkt over wat er gaat komen in de toekomst en zo. En ik wilde absoluut geen advocaat worden. Nee. Absoluut niet. Maar mijn droom was natuurlijk om een mooie functie te krijgen binnen een voetbalclub. Ja. Om de jurist te worden van de club of een commercieel manager of meer die richting op. Ja. Dus nu ben ik uiteindelijk toch bij een voetbalclub terechtgekomen. Ja. Maar niet helemaal als jurist? Nee. Nog geen duurbaan. Heb je er nog voordeel van af en toe? Dat je zo... tweedejaars was je dus rechter, heb je nog wel eens? Ik probeer te investeren met mijn geld en dan ik ben nu bijvoorbeeld heel geïnteresseerd in het vastgoed en daar ben ik wel mee bezig en dan zie ik wel als er met contracten of bijvoorbeeld met mijn eigen huurcontract nu ben ik verhuisd deze zomer, dan kan ik dat wel, merk ik wel dat ik een bepaalde basis heb en wel weet waar ik op moet letten en dan kan ik ook gewoon, ik ben ook wel blij dat ik het ook gewoon zelf kan doen dan, dat ik zelf die mailtjes kan sturen en zeg van kunnen we dit misschien nog aanpassen, dus het heeft alleen maar voordeel. Tuurlijk. Terug naar het voetbal, Cyril. Je transfer naar NAC kwam toen, na je tijd bij Lokeren. Hoe kwam je daar zo terecht? Hans Smulders, dat was eigenlijk de technische directeur van NAC op dat moment. Die volgde ook heel erg het Belgisch voetbal. Die had mij eigenlijk al een tijdje op de radar. En toen zag hij inderdaad dat ik in een situatie zat bij Lokeren dat ik niet veel speelde. En toen dacht ik van dit is mijn kans. En toen ben ik op gesprek gegaan. Het was een fantastisch gesprek. Ze hebben een heel mooie accommodatie daar, het trainingscentrum. Net over de grens met België. Ja.
Dus ja, het was een mooi complex. Het was een goed verhaal. Goede trainer, Marinus Dijkhuizen. Hans had een goed verhaal. En toen, ja, toen ga je natuurlijk een beetje opzoeken over de club, over NAC. En dan zie je van, ja, hoe een mooi stadion, hoe de fans zijn. En ja, dan was het eigenlijk geen moeilijk. Was ik echt verkocht. Ik zeg van, ja, daar wil ik naartoe. Ik zeg, om de twee weken voor 15.000 mensen spelen, in de Jupiler League, op tweede niveau zelfs. Dus strak uitverkocht. Dat is zo uitzonderlijk. Dus ik zeg van, ja, die kans moet kruipen. Ja, nooit spijt van gehad op dat moment naar Nederland komen. Je zegt wel eens, ik heb een speciale band gekregen met Nederland. Dat was natuurlijk wel, NAC was je eerste club hier. Ja, nee, nooit spijt van gehad. Nee, absoluut niet. Nee, het is sowieso een goede keuze geweest. Het voetbal ligt me ook echt goed, vind ik. Meer dan België, hè? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet, want in België kon ik ook wel mijn plan trekken. Maar ja, we zullen weten. Misschien dat ik ooit in België speel, dat ik de echte vergelijking kan maken. Maar, is er nog iets wat je ambieert? Dat je per se nog een keer in België wil voetballen? Omdat je, ja... Ik heb altijd natuurlijk als kind groeien op en droomje van een Belgische topclub. Maar... Ja, kijk, van mij, ik heb het ook eerder aangegeven in een interview, van mij mag het overal zijn. Ik wil gewoon graag de wereld ook zien, dus dat mag in Zwitserland zijn, in Denemarken, dat mag het tweede niveau zijn in Engeland of in Duitsland, dat kan alle kanten op voor mij. Ja, je hebt het over een carrière die niet altijd helemaal crescendo ging, dat ging in jouw geval wel even zo, want bij NAC scoorde je aan de lopende band. En toen verdiende je transfer naar FC Utrecht. Ja. 12 goals in je eerste seizoen daar, als ik me niet vergis, inclusief Europa en beker en alles. Klopt helemaal. En vervolgens kwam je op de bank terecht, een seizoen later, of niet? En je blessure natuurlijk, dat wel? Het was eigenlijk het eerste seizoen. Het was Ten Hag die me had gehaald bij Utrecht. Als je dan ziet hoe hij het nu doet, dan is dat natuurlijk wel een groot compliment. Top trainer, hè? Zij ja, nee, nee, absoluut. Dat was hoe dat hij werkte, was uitzonderlijk. Er was echt heel veel van geleerd. Want ik heb maar 6 maanden gehad uiteindelijk. Heel veel van geleerd. En ja, hij heeft me echt eigenlijk die kans geboden. En die eerste maanden bij Utrecht gingen eigenlijk heel goed. Toen scoorde ik de meeste van mijn 12 goals, scoorde ik ook toen. Ja. En toen heb ik eigenlijk een soort van vormdipje gehad. Wat eigenlijk niet heel, heel vreemd was. Aangezien ik eigenlijk sinds die periode bij NAC, eigenlijk ging het alleen maar bergop. Dus iedereen waarschuwde me ook van, ja, Cyril, mijn ouders, mijn zaakwaarnemer van, Cyril, je weet dat het moment wel zal komen dat je ook minder vorm zal hebben. Of dat je een paar wedstrijden niet zal scoren. Uiteraard. En eigenlijk toen kwam ik, ja, de ploeg begon minder te draaien. Ik raakte in die vormdip en eigenlijk... Toen de ploeg eruit was aan het klimmen, uit het dalletje, bleef ik er nog eigenlijk in hangen. En dat was, ja, achteraf gezien was het eigenlijk logisch. Omdat er is zoveel gebeurd op een jaar tijd, er is zoveel veranderd. Het ging eigenlijk te lang te goed. Ja, precies. En dan is het eigenlijk normaal dat het zo loopt. Ja. Maar dan uiteindelijk raak je uit de ploeg. Maar ik had er heel veel vertrouwen in dat ik mij na een korte vakantie in de winter, dan dat ik me terug erin zou knokken en dat het helemaal goed zou komen. Ik scoorde ook die laatste wedstrijd voor de winter. In NAC was dat dan, dus dat was heel bijzonder voor mij. Dus ik dacht van ja, nu ben ik helemaal terug. Ik had terug het vertrouwen op training. Dus dat ging allemaal beter. En uiteindelijk ja, dan ging Ten Hag weg, ging naar Ajax. En dan heb ik heel veel moeite gehad eigenlijk om mij terug in die ploeg te knokken. En zelf ook... Ja, zelf ook misschien iets te snel af en toe het hoofd laten hangen of denken van ja, waarom krijg ik die kans niet? En terwijl je op dat moment moet je eigenlijk gewoon net ontspannen gaan voetballen en zeggen van ja, laat het maar op me afkomen en het komt wel. En ik was toen eigenlijk heel geforceerd en als ik dan de kans kreeg of mocht invallen, was het eigenlijk heel geforceerd altijd. Ja. Waardoor ik zelf niet mijn topniveau haalde en dan is het uiteindelijk is dat blijven sluimeren. En dan natuurlijk kwam de trainerswissel met Dick Advocaat. Ja. En toen ben ik niet veel later ben ik geblesseerd, ga ik naar mijn knie. Ja. Dus, en dan komen we alweer bij het einde van mijn carrière bij Utrecht. En toen naar Zeist, na die blessure. Ja, klopt. Bijzondere band opgebouwd, denk ik, met Prupper of niet? Met Robin. Met Prupper en Jakubiak. Ja. We hadden natuurlijk een klein groepje, we waren met 5 of 6. En je bent op elkaar aangewezen natuurlijk. Ja. Daar zitten alle... Je wordt bijna een beetje een soort teamgenoten, denk ik, daar, of niet? Ja, echt, zo voelt het echt. Van, je bent eigenlijk een ploegje met allemaal jongens die in hetzelfde schuitje zitten. Ja. Met een blessure, een paar maanden eruit. Ik vond het wel super fijn om hun te hebben. En ik ben zo blij dat ik die keuze heb gemaakt om naar Zeist te gaan. Want daar, je trekt jezelf aan elkaar op. Je gaat elkaar pushen, je gaat elkaar motiveren. Je maakt grapjes, je houdt het positief. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk heel snel terug ben gekomen van die blessure. En dat zie je ook uitzonderlijk nu snel zelfs wel, toch? Ja, precies. Maar dat zie je ook nu bij Prupper en Jakubiak. Als je ziet hoe dat zij zijn teruggekomen naar die blessure. Ja, ze zijn gewoon sterker geworden. En dat bewijst maar het nut ervan. Dat als je dat samen doet, dat het echt wel helpt. En positief kan zijn. Ja, inderdaad. Dan heb je toch inderdaad snel teruggekomen. Hetzelfde seizoen nog. Ja. Playoffs nog mogen spelen met Utrecht. Zelfs nog gescoord. Ja, precies. In het stadion. Ja, inderdaad. Ja, ik zeg het, tijdens de revalidatie hebben we er vaak over gehad.
met Prupper dan zei ik van, ja, ik zeg, het zou toch mooi zijn in de play als ik tegen Raakles zou spelen, ja. Eventueel zou scoren in de finale. Uiteindelijk was dan de halve finale en dan scoorde ik. Ja. Dat was dan wel, ja, ik zeg, het is eigenlijk, het zijn dat soort grapjes die je erdoor sleuren tijdens die revalidatie. Maar als het dan effectief uitkomt, ja, dan is het... Maakt het cirkel wel rond ook, hè? Ja, dat is echt een heel speciaal gevoel. En ja, het was eigenlijk bijzonder, want ik kwam dan terug en toen... Eigenlijk na lang niet spelen, ja, dropte Dik Advocaat me zomaar in de basis. Ja. En dat... Hey, startte zelfs, ja. Ja, toen mocht ik gewoon beginnen. Ik heb die laatste 5 wedstrijden gespeeld en we hebben uiteindelijk die play-offs gewonnen. Ja. En dat was, ja, ik zeg, als je dan Europees voetbal haalt, dan kan je het wel van de daken schreeuwen. Ja. Maar... Heb je op dat moment daarna wel rekening gehouden met van, oké, ik heb nu wel weer gespeeld, maar volgend seizoen wordt het lastig voor me? Of reken je op dat moment, volgend seizoen ben ik de eerste spits van Utrecht? Dat had ik, ja, dat had ik natuurlijk graag gewild. Maar ik wist, op dat moment had ik in mijn hoofd van, ik moet naar een club, ik moet gewoon spelen. Ja. Ik moet gewoon aan het spelen toe raken. En liefst natuurlijk in Utrecht, omdat ik daar zat, uiteraard, dat was mijn club. Maar ik zeg van, als er een goede club voorbij komt en die kunnen mij de kans bieden, dan ga ik niet twijfelen en dan wil ik er volle 100% voor gaan. Ja. En toen kwam vrij snel in de zomer eigenlijk al Heracles. Ja. En ik wist al een tijdje van hun interesse, maar het was dan afwachten van hoe pakken we het aan of wat wordt het plan. En toen kwam Heracles eigenlijk op het goede moment. Ja. En toen heb ik eigenlijk niet getwijfeld. Nee? Nee, absoluut niet. Dus je hebt de clubs denk ik wel voor het uitkiezen, of niet? Er waren een paar clubs, ook in België onder andere. Maar toen Heracles kwam, wilde ik ook niet langer wachten op andere clubs van misschien die of die. Ja. Toen wist ik gewoon... Maar wat is dat dan? Daar ben ik dan zo benieuwd naar, weet je. Sylvester die zegt ook, ze hebben een hele goede reputatie met jongens die zich kunnen ontwikkelen. Maar is dat bij jou ook het enige geweest, zou ik niet zeggen. Maar dan neem me mee, wat speelde nog meer een rol? Waarom zeg jij, ik wil naar Heracles? Ja, ik ben toen, ze hebben me gebeld. Diezelfde avond ben ik nog op gesprek gekomen. En de dag erna, 2 dagen erna was het eigenlijk allemaal in orde. Dus, gesprek met? Dat was met... Wormoed en Gielissen? Wormoed en Gielissen, inderdaad. Ja. En ik moet zeggen, ja, dat... Dat ik gewoon echt onder de indruk was. Ja. Van het verhaal, van het plan, van de werkwijze, van hoe dat hij wil spelen. Ja. Hij heeft me toen heeft me rondleiding gegeven. Toen in de kleedkamer heeft hij mij alle systemen uitgelegd. Ja. En dan, er komt heel veel op je af tegelijk op één moment. Maar het gaf wel een teken. En ik dacht van ze zijn hier zo gedreven, ze willen zo graag. En dat past ook bij mij, want ik wil ook heel graag. Ja. Soms iets te graag en dan ga ik forceren, maar ik wil zo graag. En, ja, het is precies zoals Sylvester het inderdaad zegt. Het heeft een goede reputatie, zeker qua spitsen. Mm-hmm. Dus dat speelt natuurlijk ook mee in mijn keuze. Ze willen aanvallend voetbal spelen. Het is een gezellig stadion, vind ik. Dus ik dacht van ja... Ik zeg want dit. Wat is dat wat Wormoed heeft dan? Wat jij zegt van ja, hij heeft alle tactieken uitgelegd, dat sprak je aan. Wat is dat, wat voor type is hij dan? Ja, hij is een beetje te vergelijken met Ten Hag of is dat wel heel anders? Ze zijn allebei van de Duitse stijl, dat zeker. Ja. Lange dagen maken, dus daarom kunnen we ze wel vergelijken. Ja. Maar hij is tactisch ook heel sterk. Hij kan van het systeem veranderen tijdens de wedstrijd, dus dat zijn inderdaad de gelijkenissen dan. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook nog genoeg verschillen in aanpak en al dat soort dingen. Het zijn gewoon alle twee heel goede trainers. En het seizoen is nog altijd niet afgelopen. We zijn nog maar net bezig eigenlijk, of bijna halfweg. Ja. Maar ik kan wel zeggen dat ik tot nu toe heel, heel gelukkig ben met mijn keuze. En dat ik ook het gevoel heb dat ik de juiste keuze heb gemaakt. En dat ik ook gewoon heel blij ben dat Heracles op dat moment, want ik had inderdaad een jaar niet gespeeld en ik ben geblesseerd geweest, ook voor mij heeft gekozen op dat moment. En dat doet mij, dan ben ik ook blij dat ik nu iets kan teruggeven. En uitgesproken eerste spits, hè? Ja, dat hebben ze mij niet kunnen garanderen op dat moment. Maar ze zeiden van, ja, als jij laat zien wat wij denken dat je kan, dan zou jij de eerste spits kunnen worden hier. En ik ben blij inderdaad dat ik inderdaad nu, tot nu toe heb ik ben 1 keer gewisseld in de extra tijd, dus ik vind dat ik nog altijd geen minuut heb gemist. Nee. Dus daar ben ik heel blij om en ik hoop dat zo lang mogelijk vol te houden. Het is natuurlijk heel cliché, maar het is wel zo, je hebt als spits gewoon vertrouwen nodig. We weten inderdaad ook wanneer, want je hebt de eerste 3 wedstrijden volgens mij niet gescoord. Ja, dat je niet gewoon zo 1, 2, 3 weer op de bank terechtkomt, toch? Nee, precies, maar dat is het ook. En het is een puzzel, vind ik. En die moet gewoon op het gegeven moment in elkaar passen. En ik moet zeggen dat die bij Heracles buiten die eerste 3 wedstrijden, waar we niet slecht speelden trouwens, maar het zat niet mee. Nee. En die is daarna gewoon in elkaar geklikt. En dan zie je dat we van de laatste 12 wedstrijden, denk dat we er maar 2 hebben verloren. Ja. Waarvan eentje tegen AZ, die je kan verliezen. Dus dat is... Ja, dan denk ik dat we gewoon heel tevreden mogen terugkijken op dat eerste derde van de competitie. Ja. Hoe belangrijk was die eerste goal tegen Vitesse, Cyril? Ja, heel belangrijk. Ja? Zeker als ik er nu naar terugkijk. Ja, op dat moment is het...
Ja, sowieso voor een spits. Een goal is nooit zomaar een goal. Het is altijd iets bijzonders, een bijzonder gevoel. Ja. Maar als je dan inderdaad, waar ik eigenlijk een moeilijke wedstrijd had, niet echt in de wedstrijd zat, als je dan toch kan scoren, eigenlijk een belangrijke goal dan, want je haalt dan een punt tegen Vitesse. Ja, dan, goed Vitesse, hè? Inderdaad, een goed Vitesse op dat moment. Dan geeft dat zowel echt vertrouwen en dan denken van ja, nu zijn we wel echt vertrokken. Ja, was eigenlijk wel een overtreding, of niet? Er is toen echt heel veel commentaar op. Ik kreeg ook berichten en zo van fans van Vitesse en zo. Ik dacht van wow, wat gebeurt hier allemaal? Het is gewoon slim, toch? Maar, een doekje mag zich daar nooit zo makkelijk laten vallen. Ja, als je heel goed kijkt naar de beelden, dan zie je dat hij valt. Hij zet eerst nog twee stappen en dan valt hij pas. Dus ik denk dat hij eerder struikelt dan dat hij echt door mijn arm valt. Maar er was wat discussie over, maar ook dat is mooi. Ook dat is voetbal, vind ik, dat mensen erover praten en dat het heen en weer gaat, links-rechts. Ja. Dus dat kan alleen maar, als het in ons voorbeeld is, kan het alleen maar mooi zijn. Het is wel een beetje een trademark voor jou geworden, dat duwtje. Hè? Twee weken later deed het weer, tegen Willem II. Ja, klopt. Dat zou je toch zeggen, de verdedigers die moeten zich daarop instellen. Maar Jordan Spieth laat ze gewoon net zo makkelijk weer opzij zetten. Ja, precies. Ja, nee, ja, ik moet het natuurlijk van mijn kaart, van mijn duelkaart hebben. Ja. Maar dat is inderdaad, in België weet ik, ik heb natuurlijk vrienden gemaakt bij Loker en die vonden dat echt inderdaad mijn ding, van de bodycheck noemden ze het, dat is serieus een ding. Ja. Dus die waren heel blij dat hij terug is, want ik had hem een tijdje niet kunnen laten zien. Ja. Maar ik merk het ook wel nu, in de laatste wedstrijd, dat verdedigers het ook wel anders proberen aan te pakken. Ja. Dat is inderdaad wat smeriger proberen te zijn, of wat vroeger het duel willen opzoeken, zelf die duw willen geven en zo. Maar dat vind ik alleen maar fijn. Ik zeg, ik vind het alleen maar mooi als er goede, harde duels zijn en als we de strijd kunnen aangaan. Dus kom maar op. Ja, Cyril, dan is er nog één wedstrijd, daarom komen we natuurlijk niet aan. Ja. Twente uit. Ja, precies. Meteen al een hoogtepuntje. Je zat nog geen 2 maanden bij de club, denk ik, 3 maanden. Ja, inderdaad. Het was een van de eerste wedstrijden van de competitie zelfs. En ik vond het echt heel bijzonder. Ja. Sowieso voor de wedstrijd. Voel je al, door de week voel je al dat er een bepaalde lading zit. Natuurlijk zit er een lading op met die derby, maar mensen komen naar je toe en zeggen van dit weekend moet het wel echt. En dan kregen we net voor de wedstrijd ook nog een video te zien van de fans die ons toespraken. Echt in een heel speciale video. Ja. En dat pakt je wel. En had je verwacht dat het zo leefde? Laat ik zo zeggen, had je dat nodig, die filmpjes? Ja. Om te doen toch, beseffen dit, hoe dit groot is, het is? Ja, het is toch wel een extra. Het doet je wel echt iets. Dat sowieso. Ja. En als ik dan zie die wedstrijd, we beginnen eigenlijk dramatisch. We konden eigenlijk 2-0 achter staan, wordt door de VAR afgekeurd. En op een gegeven moment draait die hele wedstrijd eigenlijk. Door die goal die van mij. Van Robin op jou. Ja, ongelooflijk hoe dat hij bij mij krijgt. Maar inderdaad, bij die goal draait heel die wedstrijd om. En met een fantastische goal van Mauro net voor de rust. Ja. Was het eigenlijk, de ommekeer was helemaal. En toen had ik het gevoel in die groep, wij kwamen in de kleedkamer en we hadden het gevoel. Van dit gaan we niet meer weggeven. Nee. Dat was echt een gevoel van boys, nu mogen we niet meer loslaten. En hoe we die wedstrijd hebben opgepakt en hoe we hebben verdedigd die tweede helft, want we lagen onder, want Twente speelde op dat moment echt goed voetbal, vond ik. Hoe dat we toen hebben verdedigd en ervoor hebben gestreden. En dan als je die wedstrijd wint, het feestje in het stadion was al fantastisch met de supporters, maar als je dan hier aankomt aan het stadion, of aan ons stadion, dat is bizar, echt hè? Uitzonderlijk. Ik zei dat... Ik heb 1 keer op de bus gestaan, dat was bij NAC toen we promoveerden en dan nu nog een keer. Maar dit was echt, echt heel bijzonder. Dit had ik niet verwacht. Echt een teamprestatie, hè? Jullie hebben op zich wel een bijzonder team ook dit jaar, hè? Ik hoor het vaker van spelers, het is echt een team. Dat wordt natuurlijk altijd gezegd, maar... Nee, maar dat vind ik wel. En dat zag je zeker in die periode hoe wij onze wedstrijden toen wonnen. Ja. Dat was gewoon echt een teamprestatie. Maar gewoon goed verdedigen, hecht blok, heel veel vuile meters. Het is, de trainer komt vaak met statistieken, maar in die statistieken staan wij gewoon eerste van de eredivisie in. Alles. In gelopen kilometers, in gelopen sprints, in sprintafstand, al dat soort dingen. En dat is niet toevallig, dat is gewoon omdat we volle bak gaan. Merk je dat ook aan jezelf? Ben je ook fitter dan ooit? Ja, zeker met die lange dagen die we hebben, ben ik wel fit, ja. Ja, absoluut. Maar fitste wat je ooit bent geweest, denk je? Ja, dat denk ik wel. Maar dat hoort ook wel bij onze manier van spelen, want onze manier van spelen is volle bak erop, druk zetten, hoog druk, gelijk erop. Maar ook bijvoorbeeld in de counter zijn we ook heel gevaarlijk, vind ik.
Maar dat is ook een soort van fitheid. Want je moet eigenlijk, nadat je verdedigd hebt, moet je boom, opnieuw 100 meter kunnen sprinten. Ja. En de bal ook nog goed behandelen. En gewoon een goede aanval in elkaar knutselen. Ja, maar resultaat is daarin natuurlijk wel heel belangrijk. Weet je, je traint natuurlijk inderdaad bijna elke dag 2 keer. Als dat geen resultaat oplevert, gaat het ook heel snel frustratie opleveren, denk ik. Nee, precies. Maar dat is ook. Maar daar waakt de trainer dan ook weer voor. Dat er een balans in is. En dat goed gecoördineerd wordt, maar af en toe is het vloeken, ja. Omdat het weer een lange dag is of omdat we veel moeten rennen of dit of dat. Ja. Maar als je dan inderdaad ziet wat het oplevert in de wedstrijden of in het weekend, dan neem je het er wel bij. Ja, tuurlijk. Cyril, ik benoemde het al even op het begin, want we komen er niet aan. Je hebt een keer gezegd, volgens mij bij Freesia, heb je het als eerst gezegd, ja. Dat je wel analist zou willen worden. Ja. Het is flink uitvergroot daarna. Absoluut. Maar het is wel oprecht. Je wil echt wel heel graag analist worden na je carrière. Je praat graag over voetbal, je kijkt graag voetbal. Ja, precies. Ja, ik denk dat nu na voetbal, denk dat het een droomjob is. Ja. Aangezien ik kijk meer nu dan trainer, bijvoorbeeld? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Ja. Ik zeg, zo technisch directeur vind ik ook wel een hele mooie functie. Ja. Zoals Tim het nu doet bij ons, dan ben ik soms wel een beetje jaloers. Ik kijk wel van, oh wauw, ja, dat is wel heel leuk. Ja. Maar dat is eigenlijk de real-life voetbalmanager. Wat Tim doet. Maar, dus, ja, maar dan nog wel wat moeilijker, ja, natuurlijk, ja, ja, met alles wat erbij komt. Ja. Maar analist, ja, ik zeg het, ik kijk naar de wedstrijden en dan moet je er gewoon over praten. Dus dat lijkt mij wel heel leuk, want ik kijk sowieso naar de wedstrijden. Dus ja, dan lijkt me het ook gewoon leuk om ervoor en erna een kwartiertje erover te praten. Lijkt me prima. Is dat allemaal ook een beetje begonnen bij FC Afkikken? Ja, ook natuurlijk. Ja. Ja, daar heb ik mijn klein beetje ervaring kunnen opdoen natuurlijk. Ja. En, hoe ben je daar terechtgekomen ineens? Ze hebben altijd wel een specifiek soort voetballers die daar zitten. Toevallig heel veel jongens van Heracles ook. Ja, Dario, precies. Die er veel zit. Jij zit er veel. Zijn vest heeft er wel eens gezeten. Ja, het is gewoon. Ik vind het heel leuk dat er gewoon een ontspannen sfeer is gewoon. Ja. Dat vind ik. Iedereen die er zit is gewoon chill. En het is niet van geforceerd van oei, welke vragen gaan er nu komen. Nee. Of dit is gewoon ontspannen. Iedereen praat over voetbal. Je kan gewoon je ding zeggen zonder dat je erop wordt afgerekend of dat iemand die het gevecht met je wilt aangaan. Ja. Het is een beetje zoals hier, gewoon chillen. Ja, de setting is er ook na natuurlijk, met die woonkamer. Ja, precies. Ja, maar dat is ook een bedoeling, dat ze die sfeer creëren en dat iedereen zich gewoon op zijn gemak voelt en gewoon zijn ding kan zeggen. En dat denk ik dat ook het succes is van FC Afkikken bijvoorbeeld. Ja. Tot slot, je bent half Nigeriaans. Ja. Half Belgisch. Je hebt ook al eens gezegd, ook weer bij FC Afkikken, blijf maar terugkomen. Je hebt ook een hele goede band met Nederland inmiddels. Ja, klopt. Maar we hebben een internationale break gehad. Had je graag opgeroepen geworden voor Nigeria? Is dat nog een droom? Ja, dat is zeker. Natuurlijk is dat een droom. Dat sowieso. Hoe realistisch het is, weet ik natuurlijk niet. Aangezien er zoveel Nigerianen zijn en ook heel veel goede spitsen ertussen lopen natuurlijk. Ja. En je zat er dicht tegenaan, toch? Ja. Ik begrepen. Nee, precies. Nee, net voor het WK 2018 hebben ze mij gebeld. Hebben met de assistent-trainer gebeld. En die zei dat ik een van de drie opties was als derde spits mee te gaan. Ja. Dus ik begon te zweten aan de telefoon natuurlijk. Want dat is toch wel een hele stap in één keer. Maar op dat moment speelde ik niet veel bij Utrecht. Dus ik wist ook wel van mezelf dat het heel moeilijk zou worden. Ook omdat, zoals ik zeg, omdat er zoveel spitsen zijn, dan zijn er altijd wel wat die veel goals maken. Ja. Maar nu speel ik alles, maak ik goals. Dus ik hoop natuurlijk deze lijn door te trekken. En in maart hebben ze vriendschappelijke interlands, denk ik. Dus het zou heel mooi zijn. Het is een verre droom, maar ik vind dat je ook moet kunnen dromen. En zeker in het voetbal moet het allemaal niet te serieus zijn. En, heb je ook een band met het land dan? Ja, natuurlijk. Ben je er geweest? Nee, nog niet geweest. Omdat mijn familie, mijn dichte familie, die wonen vooral in Engeland, in Londen, Manchester. Dus vroeger, voordat voetbal serieus werd, gingen we regelmatig bijna elke zomer en winter naar daar. Ja. En nu natuurlijk is dat bijna onmogelijk. Maar ik heb zeker wel een band met land. Ook natuurlijk, als ik in de spiegel kijk, zie ik gewoon natuurlijk wel de mix. Maar daarom, dat wijst me er wel op. En ik merk ook wel af en toe wat dingetjes in mijn karakter waarvan mijn moeder dan zegt van dat is echt Afrikaans. Ja? Engelstalig toch, Nigeria? Dat is dan ook wel een voordeel als je opgeroepen wordt. Ja, dat is inderdaad wel een voordeel, inderdaad, als de meesten goed Engels spreken, absoluut. Ja. Ik heb nog één ding gevonden op internet, Cyril. En als je zegt, ik wil het er niet over hebben, moet je het ook zeggen. Maar volgens mij heb jij in een film gespeeld, of niet? Nee. Klopt dat? Ik heb ooit in een tv-serie gespeeld. Gespeeld. Eén rolletje gehad, één keer. Was dat ook nog een ambitie van je?
Nou, niet echt. Ik vond het wel leuk om te doen. Ja, natuurlijk als kind, als je de kans kreeg om op televisie komt, denk ik van, oh ja, hoe oud was je? Superleuk. Ik denk dat toen 9 jaar was of zo, 9 of 10 jaar. Okay. Dus toen dacht ik van, ja, superleuk. Ja, dan kom je natuurlijk de dag erna aan de klas, dan kan je vertellen aan je klasgenootjes. Dus ja. Het was wel een bijzondere ervaring. Dus ik ben blij dat ik het heb gedaan, maar ik hoop dat niemand de beelden ooit vindt. Nou, wat was het, een kinderserie of zo in België? Het was een misdaadserie. Serieus. Doe maar, wat voor rol was het? Ja, mijn moeder werd vermoord. Doe maar. Ja, dat was niet niks, hè, als klein kind. Daar ben je voor gevraagd? Of, Ja, ze hebben me toen voor gevraagd. Dus, als het nog niet lukt met de voetbal, dan kun je nog... Precies, plan B nog altijd. Advocaat spelen. Dat zou ideaal zijn, inderdaad. Top, man. Cyril, aankomend weekend, de wedstrijd tegen Ajax. Heel veel succes. Dank je wel. Ik denk je naar uitkijkt, bijzondere wedstrijd tegen jouw trainer dus. Ja, precies. Ja. Dan, korte voorspelling. Gaan jullie stunten? Ik denk dat we gaan stunten. Ja. Als er een mogelijkheid is, dan is het dit jaar, denk ik. Dan is dit het moment, hè. Maar Heracles is sowieso een beetje het zwarte beest, hè. Dus sowieso. Hopen dat we die reputatie kunnen volhouden. Komt vast goed. Cyril, heel veel succes. Dank je wel. Hey, jij bedankt. Gezellig. Voor de lift. Je moeder kan me gewoon bellen. Volgende keer. Doe het gewoon nog een keer. Dat zal ik zeker doen. Helemaal goed, Cyril. Dank je wel. Fijne dag nog. Yo, zelfde. Later. Yo.